Fleurig zwemt de moanevis groen in het aquarium van Natuurmuseum Amelong. Eilandbewenner Helmer Brouwer zegt de vis doet hij snijn met zijn boordje op de Noordzee voer en koert bij zuid het wetter pakken. Museumdirecteur De Jong is blij met de bijzondere onwinst. Hier bij het Natuurcentrum hebben we ooit in de lange carrière dat ik hier werkzaam ben, ooit twee keer een dode maanvis binnengekregen die dood was aangespoeld op het strand. Maar nog nooit een levende. En ook in de aquaria in Nederland zitten op dit moment geen levende maanvissen. Dus het is wel een heel bijzondere vis. Het is ook bijzonder dat hij zo actief is, dat hij leeft. En we zijn nu bezig om te kijken of we hem aan het voer kunnen krijgen. Of hij veel wil vreten. En ja, dan hopen we nog heel veel plezier aan te kunnen beleven. Natuurmuseum Friesland in Ljouwt met het dwaam een derde moanevisk. In 1998 ontroffen in de Noordzee. Gewoon wij leven de moanevisk in de diepten van de Atlantische Oceaan. Maar kind trok zijn aparte vorm bij sterke zeestremen met kwale koers horen. Als je de lichaamsbouw van het basic shirt en shirt nat kan, eigenlijk haast net weer als een onbeholpen zwemmer. Dus als je in deze streken een exemplaar fossiel trekken, dan is het de vraag maar of ik weer waarom kom ik in op zijn oorspronkelijke bewenningsgebied. Beste vreun kunnen gereisd wezen. Want wie de moanevisk net vongen, dan hier er in vreemd wetter zonder mis de deervoen. In het aquarium op het Ameloon binnen de levenskansen heel wat grutter. Als jocht fokken maar, dan een oorprobleem. Als ze eten krijgen, ze is dat teruggroeien. Dus op een gegeven ogenblik, want ze kan wel tot 4 meter worden en ton wegen als ze volgroeid binnen, dan ze er wel net meer plak voor hebben, denk ik.